Bij het kopen van de bank zou ik letten op een beetje een warme kleur. Omdat ik het fijn vind als het een beetje een warme, gezellige sfeer is in de kamer. Of het leuk staat bij wat ik al heb. Of je lekker zit natuurlijk. Een nieuwe bank uitzoeken kan nog best moeilijk zijn. Want je moet natuurlijk rekening houden met je budget, de grootte van de woonkamer. Of misschien wie waar wil zitten, je man, heb je nog huisdieren. Dus het is niet heel erg makkelijk. Harm, stel nou dat ik in een showroom ben in Nederland, want jullie hebben er heel veel. En ik zie deze bank. Heb je dan ook nog keuzes in kleuren, stoffen, afmetingen? Ja, deze bank kun je in alle verschillende opstellingen krijgen. Je kan zelfs de rug kiezen hoe je die wil, met een wiebertje of een knoopje erin. Je kan de zetdiepte kiezen. Je kan kiezen of je er eventueel een recliner in wil. En wij hebben alle banken in 300 verschillende stoffen. Ja, dat is zeker heel veel. Je zegt recliner erin wil, want dat is het speciaal aan deze bank. Ja, een mooie knopje aan de zijkant. Dan kun je voeten kunnen omhoog en je rug gaat automatisch omhoog. Er zit ook een USB-aansluiting in. Wat heb je trouwens daar? Een armleuning die je kan verplaatsen? Ja, iets nieuws van ons. Een armkussen, alsjeblieft. Ja, dit is wel ideaal inderdaad, ja. Ja, dan hebben we de 3D-hoofdsteun. Die kun je lekker verstellen zo. Probeer maar dat zit, de knopje zit daar. Oh, dat ga ik ook even proberen, ja. Ja, jij zou het wel willen. Ik zou het wel willen. Ja, ik vind het die meid lekker. Wil dat. Ja. Dat is toch ideaal? Dus je kan hem op diverse plekken in je huis zetten om televisie te kunnen kijken. Soms zit ik wel te klooien met die kussens en dan denk ik, nou, zo'n knopje is wel handig. Nou, dat is zo met het knopje, dan ga je zo naar voren of dat de steuning zo omhoog gaat. Net als een bed. Nou, dit ligt wel goed hoor. Nou, deze voelt wel heel lekker zacht en zo. Wat is jouw favoriet? Dit is mijn favoriete stof, maar ik heb nog veel meer favoriete stoffen. Een mooie vloerstof. Ja, we hebben meer dan 300 verschillende stoffen. Ik zal je wel even wat laten zien. We hebben nu een nieuw boek. Het is het trendboek met de trendcollectie. Dat zijn eigenlijk de trends van dit moment. Ja. En niet vergeten, je kan hem ook krijgen in leer. Maar betaal je nou ook meer als je een andere stof kiest? Of blijft die prijs hetzelfde? Ja, de prijs per stof is verschillend, ja. Maar voor een paar euro meer heb je hem van luxe. Andere stof, ja. Ja. En je hebt de Napelstof. Dat is eigenlijk een hele chique stof. We hebben verschillende printstoffen. Een stof met een werkje erin. Een mooie luxe uitstraling heeft hij. We hebben ook een mooie krokostof. Voel maar. Deze mooie stof. Sanne? He, even lekker zitten. Eigenlijk wil ik gewoon helemaal niet opstaan. Heerlijk. Omdat ik zo lekker zit. Welterusten, Sanne. Volgende week meer interieurtips vanuit de showroom bij Urban Sofa. Als ze dan wakker is, tenminste.